In dit filmpje toon ik je hoe je kan werken met een voettekst. Ik ben begonnen vanaf een lege diavoorstelling. Ik voeg onmiddellijk al een aantal verschillende soorten dia's in, om te kijken wat het effect is als ik een voettekst ga invoegen. En daarvoor kies ik bij invoegen kop- en voettekst. En kan ik hier automatisch al een aantal velden laten weergeven. En wat kan handig zijn, misschien de datum en de tijd. Het dianummer uiteraard en de voettekst, daar kan je bijvoorbeeld jouw naam in geven of kan je bijvoorbeeld ook Odyssee ingeven, het vak, iets anders, het maakt niet uit. En ik klik op toepassen. Als ik klik op toepassen, dan wordt het toegepast op deze slide. Wil ik dat het eigenlijk toegepast wordt op alle andere slides, dan klik ik terug op kop en voettekst en dan klik ik op overal toepassen. En dan zal ook mijn paginanummering doorgenummerd worden. Wat ook handig kan zijn, is bijvoorbeeld dat je een symbool of een logo invoert. En ik klik hier op afbeeldingen Odyssee. En ik wil bijvoorbeeld het logo hier invoegen. Stel, ja, het kan hieronder zijn of hierboven bijvoorbeeld. Dan staat mijn logo daar. Maar dan staat dat niet op de volgende pagina's. Dus ik zou graag hebben dat dat logo ook op de andere pagina's staat. Dan is het handig. Ik doe het even weg. Als ik ga naar beeld en diamodel, dus in het model zelf, het ontwerp als het ware, kan ik ook zitten werken. Dus ik zie hier hoe het ontwerp is van mijn voettekst. Dus ben ik niet akkoord met die kaders, heb ik liever dat die kaders anders zijn dan ze verplaatst worden. Ik kan daarmee werken. Dus ik kan dan in dit model mijn kaders verslepen en zelf mijn model ontwerpen. En dit geldt dan voor alle types van dit soort dia. Dus ik zit hier bij de kleinere dia's, dus als ik hier iets verander, zal dit voor dit type dia gelden. Wil ik dat alles verandert voor alle andere dia's, dan werk ik in mijn hoofddia. Zoals bijvoorbeeld hier, als ik nu mijn afbeelding ga invoegen, ik klik op invoegen, bijvoorbeeld bovenaan, dan zal voor alle andere dia's ook dit logo verschijnen. En dat is interessant. Dus ik zie het hier bovenaan verschijnen. En ik sluit mijn modelweergave en dan zie ik dat op alle slides Odyssee ook staat. Dus dat is wat ik wens. Stel dat ik dit niet had gedaan, dus ik ga op beeld en op diamodel. En stel bijvoorbeeld dat ik dit symbool, dit logo, alleen maar op bijvoorbeeld dit type slide had gezet. Dan sluit ik terug mijn modelweergave. Dan zie ik dat dat alleen maar op dit type slide komt en niet op de andere, want het is een andere layout. Dus je ziet dat er andere kaders zijn. Dus op die manier is het voor mij handiger om het logo dan te plaatsen op de hoofdslide in mijn dia-model. En dan komen ze overal terug. Dus merk ook op, als ik hierop klik, ik kan hier niet op klikken, als je bijvoorbeeld een layout hebt of een figuur, en ik kan dit dus niet wegdoen, rechte muisknop, ik kan die niet selecteren, dan zal je vermoedelijk naar het diamodel gaan. Dus wat je kan doen met je voettekst, voettekst is ruim interpreteerbaar. Soms werken we ook met een horizontale balk hier, als we een beetje look and feel willen hebben, of werk je met een koptekst, mij maakt dat niet uit. Wat is er zinvol? Je naam, school, het vak, het onderwerp, de titel van de slide eventueel, in het klein, het onderwerp misschien, paginanummering, een jaartal. Dus je kan daarmee spelen.